Oud-minister Eberhard van der Laan wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De gemeenteraad verkoos de PvdA'er boven Annemarie Jorritsma van de VVD. Zij was de eerste keus van de vertrouwenscommissie. En dan vandaag de beëdiging van de kersverse burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. En hij moet meteen aan de bak, met waarschijnlijk dinsdag in zijn agenda een riskant volksfeest. En hij belooft dan dit shirt zeker te dragen. Je moet niet zeggen van hoe ga ik het overtreffen. Je moet blij zijn met wat je hebt. Zoiets moois als dit moet je erg blij mee zijn. Goedenavond. In Amsterdam is een medewerker van twee kinderdagverblijven aangehouden. Die wordt verdacht van seksueel misbruik met tientallen kinderen van 0 tot 4 jaar. Eerder vanavond hebben wij twee bijeenkomsten gehad met ouders van jonge kinderen die mogelijk het slachtoffer zijn van ernstig seksueel misbruik. Eberhard van der Laan, hartelijk welkom. Dank u wel. Die laatste beelden gingen natuurlijk over de zedenzaak in Amsterdam. Het Hofnarretje, kinderdagverblijf. Dat was natuurlijk dramatisch voor die ouders. Maar ik was eigenlijk benieuwd, wat deed dat nou met u als burgemeester die daar een maand of vier zat? Nou, ja. Ik heb ook kleine kinderen. Maar ik denk, je hoeft niet eens kleine kinderen te hebben zelf. Om te snappen dat wat er op dat moment voor de ouders en de kinderen aan de hand was. Dat echt... Ja, hun leven totaal op de kop gooide. Maar ja, daarvoor ben je er ook als burgemeester en als hoofdcommissaris en hoofdofficier. Dus het was een volstrekt vanzelfsprekend dat we alles deden om te kijken hoe we hen konden helpen. Ja. U bent na die tijd eigenlijk in het nieuws tamelijk terughoudend geweest met die zaak. Waarom was dat? Juist omdat het zo erg is. En een van de ergste dingen voor hen is dat ze probeerden hun leven weer gewoon zoveel mogelijk normaal te maken. En voor de kinderen vooral. Dat de kinderen niet erkend worden, dat de kinderen niet in de puberteit komen. Is het heel belangrijk dat er zo min mogelijk aandacht is. Zo min mogelijk aandacht? Ja. Ja. En nu is het toch al een zaak die natuurlijk zijn momenten heeft. De strafzaak gaat verschillende van die momenten geven. Dat het toch aandacht krijgt. En iedere keer is het voor die ouders een lelijke steek. En daar moet ik als burgemeester dus niks aan toevoegen. Behalve als er echt een goede reden is om weer te kijken hoe je ze kan helpen. Ja. Nou, misschien dat we er verder in het gesprek nog heel even over komen te spreken. Maar waar geen terughoudendheid over was, dat was de aanpak van criminele veelplegers. U heeft een plan gepresenteerd om zeg maar de 600 criminele jongeren in Amsterdam, de veelplegers, aan te pakken. Wat is de kern van dat plan? De kern is dat we, je hebt gezien een vermenging van jongeren met wapens. Dus over de totaliteit genomen is er minder criminaliteit in Amsterdam. Zo heb ik het aangetroffen. Maar het is wel grimmiger geworden. We hebben veel overvallen gezien. En we zijn eigenlijk in de keten van strafrecht en hulpverlening, dan gaat het om wel 30 partners, zijn we gewoon een beetje, als ik het zo mag zeggen, de macht kwijtgeraakt. En wat we met de macht kwijtgeraakt aan dit soort gasten? Nou, de macht kwijtgeraakt, in ieder geval zodanig dat het veel te veel gebeurt. Het richt onwaarschijnlijke schade aan. Wat voor criminaliteit hebben we het dan over? We hebben het over vooral jongens. Die 600 bestaat voor 90% uit jongens tussen de 18 en 24. Die, houdt u vast, de laatste 5 jaar gemiddeld 25 keer zijn aangehouden. 25 keer? Ja. En wat er gebeurden een aantal dingen die bij elkaar het idee brachten. Dit, hier moeten we echt met z'n allen nog weer een nieuwe poging doen om, en daar gaat het om, ons gezamenlijk te focussen op die 600. En dan veel aandacht te hebben voor de uitvoering, tot op detailniveau afspraken met elkaar maken om dat proces van die strafrechtketen en die hulpverleningsketen te verbeteren. En dat moet leiden tot een perfecte samenwerking, waardoor iedereen weer in zijn eigen kracht komt te staan. Dat klinkt abstract, maar daar kan ik een voorbeeld van geven. Een buurtregisseur die zijn werk goed doet, vangt twee jongens en is vervolgens zit hij echt 2 dagen aan de telefoon, zo vertelt hij mij, om de jongens in de juiste instelling te krijgen. Dus al die 2 dagen had hij andere jongens kunnen aanspreken en waar nodig pakken. Maar dit is dus energieverlies. Nou, dat soort dingen willen we verbeteren door af te spreken in het programma. En het is op 1 maart, op 1 april van start gegaan. 600 is voor ons allemaal prioriteit. Is er al iets van een resultaat bekend? Wat wordt straks de eerste rapportage naar de gemeenteraad?
Wat we pas sinds 1 mei doen, dus daar zijn we net een maand mee zoet, dat is dat ze zijn allemaal ingevoerd. En als er nu een van de jongens wordt aangehouden, en ik vertel u, ze worden vaak aangehouden, dan gaat er als het ware een vlag omhoog in het elektronische systeem. En dan krijgt u dus dat bijzondere programma over zich heen. En een van de essenties van het programma is dat als er in de toekomst zo'n jongen wordt aangehouden en afgestraft moet worden, dat er dan van tevoren voorbereid dossier klaar ligt om de juiste bijzondere voorwaarden te vragen bij de rechter. Dus een combinatie van straf en zorg, hulpverlening. En die ook 100% te handhaven. En niet zoals nu dat het vaak helemaal niet wordt gehandhaafd. Laten we gaan naar degene die kleine criminaliteit plegen. Ja. Onlangs was in het nieuws dat de nieuwe topman van het Openbaar Ministerie zegt, die moeten eigenlijk een straf krijgen in hun eigen buurt. Schandpaalbenadering. Spreekt u dat aan? Nou, wat hij bedoelt, het komt bij Herman Bolhaar vandaan, waar u aan refereert. Ja. Wat hij bedoelt is, en dat vinden we allemaal, je moet het snel doen, straffen. En net als bij kinderen. Ja, je moet het snel doen, consequent doen. Het is echt 1-op-1. En dan zo slim mogelijk. En de slimheid. Spreekt u dat aan? De slimheid die hij wil is, laat ze in de eigen buurt, waar ze het ook vaak aanrichten, ja, laat ze daar dan ook het goed maken. Ja, en spreekt u dat aan? Dat goed maken in de eigen buurt vind ik heel verstandig. Ja. Zeker als dat ook heel snel gebeurt en 1-op-1, dus consequent. En gaat dat op grotere schaal in Amsterdam zijn beslag krijgen? Daar is het Openbaar Ministerie mee aan de slag. Maar dat is als het ware een zijlijn van dat programma met die 600. Ja, dat maar dit gaat natuurlijk om de kleine criminaliteit. Dit gaat om, en waar die 600, dat zijn de jongens die zijn doorgegroeid van hinder, overlast, criminaliteit, geweld. Ander recent nieuwsfeit was dat het kabinet afgelopen weekend zei, we moeten in die strijd tegen de drugs een passiesysteem gaan introduceren. Ja. Minister Opstelten heeft dat duidelijk gemaakt. Clubpas. Ja. Bent u daarvoor? Nou, ik ben het eens met de bedoeling van de regering. Het stond alleen het gedoogakkoord, meen ik. Meestal komt er dan een grote maar, hè? Er komt een enorme maar. Ja. De bedoeling is om het terug te dringen, te zorgen dat we de criminaliteit terugdringen, maar ook de gezondheidsproblemen. Er zijn natuurlijk veel jongeren, met name, die veel te veel wiet roken. Dus daar ben ik het heel erg mee eens. Wat ik alleen, het komt te veel uit de grensstreek, de gedachte. Zo van, we hebben veel last van drugstoeristen die speciaal voor de drugs naar ons toe komen, overlast veroorzaken en al die ellende. En die willen we stoppen. Maar in Amsterdam heb je echt een hele andere situatie. Wij hebben, ik heb de getallen en ik wil uw kijkers er niet mee doodgooien, maar we hebben hier 4,5 miljoen toeristen, van wie ruim 1 miljoen ook naar de coffeeshop gaat. Stel dat die allemaal niet meer naar de coffeeshop mogen, want dat is, het is alleen voor Nederlanders die pas. Ja, dan zitten wij met 1 miljoen mensen die het dan op straat gaan kopen. U bent daar dus tegen? Daar zijn we hartstikke tegen, want we denken dat die 1 miljoen mensen op straat, dat enorm veel overlast geeft en criminaliteit dan juist extra zijn kans krijgt, terwijl het nu redelijk beheersbaar is. Daar wordt niet gecontroleerd of het aan jongeren wordt verkocht, hè, door de straatdealer. Daar wordt niet gekeken naar de gezondheid. Dus we houden het, we denken dat we dat gewoon niet kunnen beteugelen. En de heer Opstelten, met wie ik er overigens volgens mij wel in goed overleg ben, die kijkt misschien iets te veel naar zijn Rotterdamse ervaring, want toen, daar zijn veel minder toeristen. Dus daar heeft men met een overigens enorme inspanning die straathandel wel een beetje kunnen beteugelen. Maar duidelijk maar is gaat dat, ons niet lukken. Dat u er als burgemeester van Amsterdam tegen bent. Wat opzienbarend was ook een van uw uitspraken vrij recent. Dat was dat u zei, rondom datgene wat in en ook buiten het Ajaxstadion gezegd wordt over de Joden, daar wilt u vanaf. Dat gescandeer, Joden, Joden. Waarom wilt u daar vanaf? Misschien mag ik dat genuanceerd zeggen. Dus even uitleggen dat ik snap dat de Ajax-supporters die Joden Joden roepen en alles wat daaraan verwant is, daar uiteraard geen enkele antisemitische bedoeling mee hebben. Maar waar het om gaat is, tussen voetbalclubs en hun supporters bestaat rivaliteit. En men richt zich ook tegen datgene wat die ander met zich brengt. En hier zie je gewoon in de afgelopen decennia zelfs, het is al 1 jaar of 20 aan het groeien, steeds meer antisemitische uitingen van rivaliserende supporters van andere clubs. En dat doet een heleboel mensen in onze stad gewoon echt pijn. Maar als je kijkt naar datgene wat er rondom het kampioensfeest 15 mei op het Museumplein te horen viel, dan heeft u nog een zware pijp te roken. Laat maar eens kijken wat daar te horen viel. Ik, maar dat weet ik. Oh!
Hoe wilt u daar nou een einde aan maken? Nou, mag ik u zeggen, ik draag al sinds mensenheugenis 2 seizoenkaarten voor Ajax. Ja. Dit weet ik. Ja. Maar u wilt er vanaf. En op het podium werd het notabene aangezet, deze leuze. Dat zal nog jaren gebeuren. Ik heb het gezegd. Een verloren wedstrijd. Nee, want ook, dat is een cliché, maar een hele lange reis. Het begint met een eerste stapje. En ik heb gezegd, dit vraagt heel veel overleg, praten met elkaar. En het gaat ons 10 jaar kosten. Zo heb ik het gezegd. Dus u treft wel een realistisch wezen wat dit betreft. Alleen ik vind wel goed dat we eraan werken. Want iets dat slecht is, maar heel massaal is, dat wil niet zeggen dat het eeuwig is. Ja. U heeft het afgelopen jaar ook stevige teksten geuit. Ook als het gaat om de aanpak van criminaliteit. Ook als het gaat om de aanpak van die vechtsporten. Hoe belangrijk is spierballentaal in het leiderschap van de burgemeester van Amsterdam? Ik vind mezelf totaal geen spierbal. Nee? Nee. Ik probeer, en ook niet stevig zijn is geen doel op zich. Ik probeer duidelijk te zijn. En ik heb ooit mijn eerste stapjes in het openbaar bestuur of de politiek, heb ik het, vind ik, groot geluk gehad om tegen iemand als Jan Schaefer aan te lopen. Die bestond van A tot Z uit duidelijkheid. En die vond dat eigenlijk niet acceptabel als een goed idee meer dan één A4'tje besloeg. Maar wat is dan duidelijkheid? Want u heeft het vaak over hufterigheid. Ik bedoel, we kennen uw voorganger Job Cohen, partijgenoot, als iemand die de boel bij elkaar wilde houden. U heeft een totaal andere stijl. Hoe zou u die stijl omschrijven? Ik geloof niet dat het een totaal andere stijl is. En het is natuurlijk van iedere burgemeester de bedoeling om de boel bij elkaar te houden. Maar ik vind, als ik iets zie waarvan ik denk dat is niet normaal, dan moet ik gewoon zeggen dat ik het niet normaal vind. Ook omdat problemen alleen opgelost kunnen worden als je het met elkaar eens erover kunt worden dat ze oplosbaar zijn. En dat is, weet je, ik kom ook nog eens uit de advocatuur, waar je een adviseur bent. Je beslist niet, je adviseert je cliënten. En dan moet je de dingen proberen zo helder mogelijk voor te schotelen, zodat je cliënt kan kiezen. Nou, dat neem ik misschien mee naar mijn functie. Men heeft mij benoemd om problemen te helpen oplossen. Nou, dan moet je ze ook benoemen. En een weg proberen. Ziet u het niet, uw stijl van leiderschap en ook die aanpak van die 600... wetende dat het al jaren bestaat. U zei van in 5 jaar, nou, u bent verantwoordelijk voor 1 jaar. Uw voorganger was verantwoordelijk voor de vorige 4 jaar. Is het toch allemaal blijven hangen, blijven lopen? Maar het is een maatschappelijk probleem. En dat, ik weet dat sommige mensen, die worden heel kwaad als je dat zegt. Voor mij is een belangrijke oorzaak, wij hebben hier te maken met vaak kinderen. Nu zijn ze 18, 24-jarigen, maar die gingen op 4-jarige leeftijd naar school met 2 jaar achterstand in taalkennis. Omdat hun ouders geen Nederlands spraken thuis. En dat vonden wij allemaal best. Mm-hmm. Wij bedoel ik de samenleving. U en ik zouden het ook niet gemaakt hebben op school als we met zo'n achterstand zouden komen. We zouden dus nooit trots geweest zijn op wat we op school doen. Dus we gaan het buitenschool zoeken, op straat, we gaan spijbelen. Maar dat is natuurlijk, dat kan een verklaring zijn, maar dat is geen rechtvaardiging voor het crimineel gedrag. Maar u praat niet met iemand die dat rechtvaardigt, maar u praat met iemand die ziet dat we dit in decennia hebben verloren. Daardoor gebeuren 2 hele erge dingen. Ik bezoek, sinds ik burgemeester ben, iedereen die met geweld is overvallen, voor zover daar op pleins op wordt gesteld. En ik kan een heel lang verhaal erover vertellen, maar ik kom met bloemen en alles. Ik sta eigenlijk met mijn mond vol tanden. Want de mensen willen maar 1 ding, dat is niet overvallen worden. En als het gebeurt, dat de jongens worden gepakt. Nou, dat lukt ons vaak niet. De overvallers kiezen zelf het moment en de plaats. Een heel lage score in het vangen. Ik zie ook jongens die dus, doordat wij allemaal dat hebben laten lopen, eigenlijk nu antisociaal zijn. En die moeten we er weer bij halen. Dit programma, ik kom even naar voren en ik ga rechtop zitten, zoals u zegt. Goed. Want stevig, ik ben net zo stevig in dat ik die jongens weer een kans wil geven als dat ik wil dat ze van die bewoners en winkeliers afblijven. Dat is voor mij 2 doelen. En ik heb u de 3e punt van het projectprogramma nog niet verteld. Het is, we willen voorkomen dat hun broertjes dat gedrag gaan kopiëren. Die moeten gewoon aan hun huiswerk, de jongens van 12. Vindt u, dat zijn misschien wel duidelijke dingen, misschien mag u het ook wel stevige dingen noemen, maar het zijn geen harde dingen. Het is gewoon om problemen die verkeerd gegroeid zijn te helpen oplossen. U zei net, op sommige momenten sta ik met mijn mond vol tanden. Dat geldt natuurlijk niet als het gaat om
de bijdrage die ook de gemeente moet leveren aan de oplossing van waar we het in het begin van het gesprek heel even over hadden. Misstanden in kinderdagverblijven. Even kijken naar de belangrijkste conclusies van het rapport waar u zelf de initiatiefnemer bent geweest, de commissie Gunning. Die zou alles tot op de bodem uitzoeken. Door gebrekkig toezicht, een slechte samenwerking tussen instanties, is verdachte Robert M. niet eerder opgepakt. Misschien was wel de grootste belemmering om in deze zedenzaak dit eerder aan het licht te brengen, het feit dat wij allemaal seksueel misbruik van hele kleine kinderen akelig vinden. Wij weten pas sinds deze affaire eigenlijk goed dat je ook moet kijken met de ogen van, is er misschien in de organisatie iemand binnengedrongen die bewust op jacht is naar seksueel misbruiken van baby's. Het rapport van die commissie Gunning geeft heel veel aanbevelingen, maar in de kern zijn het er misschien drie. Zij zeggen van, nou, je moet het personeel beter screenen. Je moet zorgen dat die informatie, als er iets mis is vanuit al die kanten, het moet beter gecoördineerd worden, heet dat dan in het jargon. En tenslotte zeggen ze eigenlijk van, nou ja, op elke groep moeten twee paar ogen staan. Dus twee mensen. Welke van de aanbevelingen spreekt u het meest aan? Ze zeggen nog veel meer, maar ik ga niet al uw zinnetjes gebruiken. Van deze drie vind ik de middelste het belangrijkste. Die coördinatie? Nou ja, dat alle signalen en meldingen bij elkaar komen. Want dat is ook hier misgegaan. Er waren wel degelijk puzzelstukjes die, als je de hele puzzel had gezien, een veel zorgelijke betekenis hadden dan als je met het ene stukje in je hand zit. Wat kan Amsterdam doen? Zorgen dat die puzzelstukjes bij elkaar komen. Gaan jullie dat doen? En dat die zaak en dat die puzzel, dat pas wordt gezegd, we stoppen met puzzelen als we zeker weten dat we de puzzel compleet hebben. Gaan jullie dat doen? We hebben gezegd, want deze commissie heeft een voortreffelijk rapport gemaakt, dat wij alle aanbevelingen die aan adres van de overheid in de ruimste zin van het woord zijn gericht, dat we die allemaal in uitvoering willen hebben op 7 december. Dus precies een jaar nadat die ellendige affaire naar buiten kwam. Ja. Waarom is het eigenlijk niet belangrijk, dat wil zeggen, u zegt die coördinatie is het belangrijkste, maar ik heb u nog nooit iets horen zeggen over die twee mensen op één groep. Dat lijkt mij nou heel belangrijk, dat als er een rotte appel tussen zit, dat een ander in ieder geval een vorm van sociale controle heeft, zodat iets niet gebeurt omdat er een collega gewoon over de schouder meekijkt. Daar ben ik het ook mee eens. Dat gaat ook gebeuren. Zeker ook. Gaat ook gebeuren wat u betreft. Dat vinden wij ook een belangrijke maatregel. Maar ik hoor aarzeling. Nou, de aarzeling zit in mijn eigen ervaring. Ik ben een ervaringsdeskundige voor wat betreft het wegbrengen van kinderen naar de crèche en het ophalen. En ik weet dat er altijd momenten zullen zijn, hoe goed wij het ook organiseren, waarop dat kan gebeuren. Dus ik zie wel de relativiteit van die op zichzelf bekeken, die losse aanbevelingen. Je moet eigenlijk alles doen om voldoende zekerheid. Maar het kost ook geld. Wie gaat zoiets betalen? Want dat betekent uitbreiding van de formaties. Dat de overheid die dat betaalt, de gemeente, de ouders? Ja, nou, dat moeten we met de hele samenleving betalen. En dit is niet mijn eerste zorg wie dat betaalt. Als we het maar al die dingen voor elkaar krijgen. Maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Ja. Dat is toch een gruwelijke les die we hebben geleerd. Ja. Over geld gesproken. U heeft natuurlijk te maken met een economisch moeilijke periode. Er zit een kabinet waar u uiteraard als stad voor een deel afhankelijk van bent. Dat kabinet dat is voornemens om taken vanuit het Rijk naar de gemeentes over te hevelen. Zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Zoals bijvoorbeeld de regelingen voor jonge gehandicapten. Mensen in de bijstand. Mensen in de sociale werkplaatsen. Die krijgt u erbij, maar u krijgt niet het geld wat erbij hoort. Amsterdam is daartegen, zoals meerdere steden daartegen zijn. Waarom bent u daartegen? Even, laat ik zeggen, de hoofdlijn. Nou ja, het gaat precies zoals u zegt. Het is misschien wel grappig om te zeggen. Ik heb 15 maanden in het kabinet gezeten, in het vorige kabinet gezeten. En toen heb ik eens met Wouter Bos, die toen minister van Financiën was, gevraagd, hoe gaat dat nou? En straks, die legde het precies uit, zoals u het nu zegt. Je geeft wel de taak en de verantwoordelijkheid, maar niet het geld. En dat is de reden dat jullie als Amsterdam tegen zijn? Nou ja, in feite is dat een soort verdwijntruc van iets dat eerst wel nodig was en beschikbaar was. En dat nu nog steeds nodig is, maar niet meer beschikbaar is. Kijk, ik ben een burgemeester, dus ik ga niet over de politiek. Maar ik snap dat dit in heel veel steden
problemen geeft op die gebieden die u noemt en nog een aantal andere. Het openbaar vervoer natuurlijk, de forse bezuinigingen daar. Je cultuur. Maar even terug naar dit specifieke punt. Want volgende week moet u als lid van een vereniging van Nederlandse gemeenten ook stemmen of mevrouw Jortsma, de burgemeester, uw collega van Almere, als voorzitter van die vereniging, eigenlijk wel terecht de handtekening onder die afspraak met dat kabinet heeft gezet. Ja. Zoals het contract er nu ligt, bent u onder andere met Utrecht en ook al andere gemeenten, bent u tegen? Nou, de G4 is inderdaad heel kritisch, maar volgende week vallen er over de beslissingen. Ja, maar kritisch betekent dat u trekt met elkaar op. De G4 is Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Die trekken met elkaar op, maar er zijn ook allerlei andere gemeenten heel kritisch over. Maar betekent dat nou dat als die gemeenten kritisch zijn, en ik interpreteer kritisch even als zijnde tegen op dit moment met dit akkoord, dan valt toch feitelijk de basis onder dat contract tussen de gemeenten en het kabinet weg? Ja, maar laat mij er niet over uitlopen. Ook, en dat zeg ik met een zekere, daar geneer ik me helemaal niet voor. Ik vind dit niet een burgemeestersding. Ik vind dit iets voor de wethouders. Het is eigenlijk een politieke discussie. U bent natuurlijk toch ook voorzitter van het college. Ja, maar, toch een collegebeleid ook, neem ik aan. Zeker, maar mijn college heeft daarover nog niet definitief besloten. Dus ik moet op dit moment daar ook een klein beetje voorzichtig over zijn. Maar uw wethouder heeft natuurlijk wel buitengewoon kritisch tot nu toe over dit akkoord gesproken. Er zijn meer wethouders en ze doen allemaal hun eigen ding. Ik moet als burgemeester in ieder geval niet op de kop lopen in politiek opzicht. Dus u kunt het vast op 6 verschillende intelligente manieren vragen, maar u krijgt 6 keer dit terughoudende antwoord. Ja. Oké, nou, we gaan kijken wat dat volgende week dan allemaal gaat betekenen voor die vereniging in Nederlandse gemeenten. Iets anders is dat u onlangs zei, en dan gaat het over de toekomst van de stad, de economische kracht. U zei, binnen 10 jaar moet Amsterdam in dezelfde league spelen als Londen en Parijs. Behalve als het gaat om de schaal. Toen dacht ik, nou, dat is een portie Amsterdamse bluff. Nou, daar zal zeker een portie Amsterdamse bluff bij zitten. Ja. Ik ben ook niet maar als daarmee het verhaal verdwijnt, dan zijn we gauw klaar met dit onderwerp. Nee, maar daar verdwijnt het verhaal niet mee, meneer Roosmullen. Ik heb in die 10 maanden dat ik nou burgemeester ben echt aan iedereen kunnen vragen van hoe staat de stad ervoor? En met name de expats die hier zitten, dus de mensen uit India, China, Brazilië, die hier werken, Japanners, Amerikanen, die zijn ongelooflijk enthousiast over Amsterdam. En die vertellen dan ook gemotiveerd waarom ze hier zitten. En als je dat tot je door laat dringen, dan zie je dat Amsterdam, net als heel Nederland, weliswaar in een crisis zit. De vastgoedcrisis, de internationale financiële crisis. Maar je hoort dan tegelijk over de kracht in die internationale economie. En dan is het punt, wij hebben 500 miljoen economische Europeanen, die een grote markt nog steeds zijn. En wie is gateway, wie zal gateway zijn naar die markt? Nou, zeker Londen en Parijs. En op dit moment zijn er nog een stuk of 10 waar Amsterdam bij hoort. Ja, nou, Rotterdam, als het gaat om de haven. Rotterdam zonder meer als het gaat om de haven. Ja. Maar we weten dat er een soort concentratie zal komen. Dat die 10, 15, 20 die het nu zijn, dat zullen de 3, 4, 5 worden. En die slag moeten we niet missen, want dan komen we aan de periferie te liggen. Nu hebben wij... Nee, maar dat begrijpt iedereen. Maar is het niet, eerlijk gezegd, een beetje grootspraak? Nee. Als we zeggen, Amsterdam zal zich in de komende 10 jaar moeten ontwikkelen, he, nog los van de schaal, zoals u zei, en dat heb ik ook juist geciteerd, in diezelfde league gaan spelen als Parijs en Londen. Ik kan u zeggen dat... Nou, u vindt het overdreven, maar ik kan laten zien dat het niet overdreven is, als ik u wat een enkel getal mag noemen. Ja. Weet u dat er in 2010 120 nieuwe internationale hoofdkantoren in Amsterdam zich hebben gevestigd? In 2009, als u zegt, nou, dat is misschien één leuk jaar, waren het er 115 en in 2008 waren het er 110. Dat is een substantieel hoog niveau wat blijft en zelfs een beetje groeit. Dat heeft te maken met het volgende. In deze geglobaliseerde wereld kan iedereen op de wereld daar wonen en werken waar hij zelf wil. En in de economie gaat het er vooral om dat de slimme mensen zo'n stad vooruitbrengen en dat je mensen slim maakt met goede opleidingen. Nou, Amsterdam is gewoon een fijne stad. Dat kunt u chauvinistisch of blufferig vinden.
Maar u zit hier niet voor niks. Nee, maar ik zeg niet dat het geen fijne stad is. Maar ik zeg dat de burgemeester zegt... in 10 jaar gaan ze in dezelfde league spelen als Londen en Parijs. En ik denk dat ook over 10 jaar er misschien nog wel een verschil is... tussen Londen en Parijs. Nee, maar natuurlijk zal dat er altijd zijn. Maar het grootste verschil tussen Londen, Parijs en Amsterdam... is dat wij een heel klein dorpje zijn, vergeleken bij die twee. En nou komt het, dat is ook een pluspunt. Ja. Als jij in Amsterdam komt wonen, als Amerikaan of Chinees... Ja. Je zit van een uur van je kantoorstoel in je vliegtuigstoel op Schiphol. Ja. Je brengt je kind naar de crash, je laat het uit in parken. Amsterdam is een groene stad. Het is een historische binnenstad waar we onze vingers er toch bij aflikken. Het is een open stad. Kunt u eens een voorbeeld geven van datgene wat er de komende jaren gaat gebeuren... zodat we ons er iets bij kunnen voorstellen? Want ik denk dat niemand liever zou willen dat het gebeurt. Alleen nou, ik hoor heel veel scepties bij u, maar wat ik graag zou willen... Concrete voorbeelden graag. Ik wil u de concrete voorbeelden geven. Amsterdam heeft dus datgene, en het is een geschenk van onze voorouders... waardoor het een fijne stad is om te wonen en te werken. Dat is een van de succesfactoren in de internationale economie. En dat biedt ons dus een grote kans. Wat wij nou moeten doen, en daar zijn we mee bezig... is kijken, wat hebben buitenlandse bedrijven nodig om hier ook echt te komen? De visaverlening, de luchtverbindingen, 300 verbindingen... dankzij het feit dat wij een hub zijn. Meneer Roosmullen. Ze hebben nodig dat er genoeg huizen zijn. Er moet een hotel zijn, zoals de Okura voor de Japanners. Ze moeten banken hebben. Dus we hebben vorig jaar een Chinese bank gekregen. Vorige week hebben we gehoord dat de grootste bank van India zich hier gaat vestigen. De grootste bank van India komt naar Amsterdam. De State Bank of India gaat hier een branche doen. U was in India, hè? Daar is dat ook bevestigd door de State Bank. Zijn daar nou nog meer concrete resultaten? Maar vindt u het goed uw vorige vraag af te maken? Want ik word natuurlijk getriggerd doordat u zegt, je zit te bluffen. Dat is ook de bedoeling. Ik zit niet te bluffen. Ja. Ik zie kansen. En wij laten ons niet in de put praten. Over dat hotel, hè? U snapt, we hebben nu bijna 40 jaar het Okura Hotel. Dat is een geweldig impuls geweest voor de Japanners. Die zijn mede daardoor hier naartoe gekomen. En er wonen nu 6, 7, 8.000 Japanners in de regio. In India is ons ook toegezegd door de Tata Groep, ongeveer het grootste bedrijf ter wereld, dat ze in Amsterdam een Indiaas hotel gaan maken. Zo moeten we al die landen, die dus de economische tijfers worden genoemd... Tata is de eigenaar van hoge van heel veel scores, dingen, maar ook van een hotelgroep. Zeker. Zo moeten we dus kijken naar de Indiërs, de Chinezen... maar ook natuurlijk naar Brazilianen. We moeten onze oude vrienden, de Japanners, de Amerikanen, de Duitsers niet vergeten. Er zijn, als je die dingen systematisch doet... en dat gebeurt al enig jaar in Amsterdam... maar dat tref ik aan en ik zie, goh, dat doen ze verrekt wel goed. Daar doen we nog een schep bovenop. Nou, ik hoor al die voorbeelden. Mijn sepsis is alweer wat minder. Daar ben ik heel blij om. Ja, precies. Maar ja, nou, de rest. Daarvoor zit u hier. En dan hebben wij in Nederland een discussie over... dat we misschien in 2028 die Olympische Spelen willen organiseren. Nou, als dat in Engeland gebeurt, dan denken ze echt niet... gaat dat naar Londen of gaat het naar Leeds? Dat gaat naar Londen. En wij zijn hier nog bezig met een discussie. Wordt het nou Rotterdam? Of wordt het Amsterdam? Dat is geen vanzelfsprekendheid. Hoor ik u nu zeggen dat u vindt dat het vanzelfsprekend is dat naar Amsterdam gaat? Ja, wat mij betreft wel. Maar, als ik dat zou zeggen, dan ging de mes erop. Geldt dat voor u ook? Het is vanzelfsprekend dat het Amsterdam wordt als onderdeel van een regio. Maar dat moet toch naar Amsterdam, zoiets? Weet u, ik heb bij mijn installatie... Maar wilt u die vraag beantwoorden? Ja, ik ga dit antwoord... Vanzelfsprekend. Ja. Daarvoor zit ik hier. Op het einde om uw vraag te beantwoorden. Ik vind dat Amsterdam moet een verantwoordelijke hoofdstad zijn. Allebei. Amsterdam is de hoofdstad van het land. Daarom zeg ik ook, als Amsterdam dat kan, vind ik dan... Het is het beeldmerk in de wereld. Dat is toch vaak Amsterdam. Moeten die Olympische Spelen naar Amsterdam, meneer Van der Laan? Ja, dat vind ik. Maar ik vind dat we ook verantwoordelijk moeten zijn. Ja. Wat ik net vertelde over die internationale groei... Wij moeten het succes van Amsterdam niet bouwen op het verlies van anderen in Nederland... maar in die internationale strijd. Dus daarom ga ik ook rechtop zitten als ik die sepsis hoor. Want ik wil graag... verantwoordelijk zijn. We gaan zien hoe het afloopt. U sprak over een termijn van 10 jaar. U bent benoemd voor een periode van 6 jaar. Committeert u zich aan die periode van 6 jaar? Is dat een harde afspraak dat u die uitzit? Als je een benoeming als burgemeester, de grootste eer die je kan krijgen... dan is dat vanzelfsprekend voor die benoemingsperiode van 6 jaar. Ook als de Partij van de Arbeid straks of bij de val van het kabinet... of op het eind zegt van Eberhard, we hebben je nodig. Vraag hoef je niet te stellen. Als jij burgemeester wordt, doe je dat voor 6 jaar en geen dag minder. U doet dat ook voor 6 jaar? Nou, dat hoort zo. Ja. En het is trouwens een grote eer. Okay. Ik dank u zeer voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik dank u voor het kijken naar deze aflevering van Spraakmakende Zaken. Meer informatie op spraakmakendezaken.nl. En volgende week dan zijn we er meer en dan spreken we over nieuwe ontwikkelingen.